Hoi, en het is super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkus en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we een heel apart en mooi bloemstuk maken. We gaan aan de slag met de Oasis Eco Garland. De guirlande van Oasis. En je kan hem op veel verschillende manieren gebruiken. Je kan er de grootste bloemstukken mee maken. Je kan er kleine bloemstukken mee maken. En dat is het voordeel van dit Oasis steekschuim product. Je kan hem namelijk zelf op lengte afknippen. Daardoor is hij makkelijk in gebruik. Je hoeft weinig weg te gooien, eigenlijk niets weg te gooien, want je kan hem helemaal aanpassen aan de vorm waarin je wil gebruiken. Ideaal. Ik heb hem zelf ook gebruikt voor een autostuk bijvoorbeeld. Ik zal wel eventjes hier in de foto laten zien hoe dat eruit zag. Het was op mijn eigen bruiloft. Heel erg mooi. Ik heb dit product echt heel veel gebruikt, ook in de winkel. Maar je kan hem ook heel makkelijk in gewoon een bloemstuk gebruiken. En dat ga ik jullie vandaag laten zien. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. En blijf op de hoogte voor alle leuke video's die ik maak. En wil je het pakket van vandaag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar je ook woont, komt het gewoon naar je toe. En je kan hem vandaag in de gewenste kleur bestellen. Straks in de video laat ik zien hoe verschillend en mooi je andere kleuren lijken. Daarvoor straks in de video. Maar ik zou zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Zoals ik al zei, gaan we een apart bloemstuk maken. Ik heb het frame hier al naast me staan en ik heb een voorbeeld gemaakt. Want ik wou hem graag in verschillende kleuren laten zien. Omdat je een bloemstuk soms heel anders kan laten lijken door een andere kleur te gebruiken. We gaan dit prachtige bloemstuk maken. Je kan hem zelf naar wens en lengte eigenlijk afsnijden. Want hij zit in een net. En je kan hem eigenlijk tussendoor elke keer afknippen. Er zitten dan ijsjes tussen. Je kan jezelf nog iets aanknijpen als je het makkelijk vindt. Maar je kan hem dus zo lang maken als je zelf wil. Is ook heel erg mooi voor in bogen. Op bruiloften, tafelstukken. Je kan er alle kanten mee op. En vandaag ga ik jullie laten zien dat je hem ook bijvoorbeeld op zo'n stuk kan gebruiken. Omdat je het makkelijk kan hangen. Ideaal. Dus daar gaan we vandaag mee aan de slag. Ik gebruik maar één gedeelte. Je kan hem dus dan gewoon zo door midden knippen. Leg je hem in het water, laat je hem volzuigen. Niet onder water duwen is altijd heel belangrijk bij steekschuim, want dan krijg je luchtbelletjes. Ik heb het alvast gedaan en dan gaan we ermee aan de slag. Ik heb hier een mooie pastelkleur peach, een zachte tint geel, heb ik gebruikt. En ik ga hem dan hier opmaken in de knalkleuren. Dus juist lekker fel, dan kan je het verschil zien. Daarnaast heb ik ook nog een kleine versie. Die is heel mooi om aan het eind bij te zetten. Maar dat laat ik aan het eind zien. Dus ik zou zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Allereerst bevestigen we de cilinder aan de metalen pin. En dat doen we door middel van een ijzerdraadje. Het voordeel aan zo'n cilinder guirlande is dat er een netje aan zit. Dus daar kan je op verschillende plekken eigenlijk een ijzerdraadje tussen vouwen. Je kan ook tie rips gebruiken. Is ook makkelijk. Maakt eigenlijk niet zoveel uit. En dan maak je hem daarmee stevig vast. Dus daar draai je hem om het pilaar heen. Zoals je kan zien zit het steekschuim echt goed vast. Het kan geen kant meer op. Het zakt ook niet meer. Het is belangrijk dat je niet te dikke ijzerdraadjes gebruikt of eventueel een tuinripje. Goed, dan gaan we beginnen met de bloemen. En ik heb wat leuke luchtplantjes, dus daar kunnen we mee verder. Ik heb hele leuke Tillandsia plantjes. Daarin doe ik een prikketje. En die bevestig ik eentje onderop en eentje bovenop. Want dat vind ik zo leuk aan de meelopen met de vorm. En ook de kleur vind ik daar heel erg mooi bij. En ik vind plantjes maakt een bloemstuk toch altijd net even iets aparter. En dat vinden jullie ook, want daar wordt massaal op gereageerd. Dan maken we even een basis van Galaxblad. Ja.
kant heb ik wat leuk gras. In het andere stuk had ik asparagus gebruikt. Maar gras geeft eigenlijk ook het sierlijke effect. Dus beide zijn erg mooi en toepasselijk. Die kan je ook mooi in stukken gebruiken. Dus kan je ze gerust splitsen. Kijk, het geeft gelijk een speels en sierlijk effect. Dan gebruik ik mooie trosroosjes. En ik steek eigenlijk een beetje omhoog en een beetje omlaag. Zodat je mooi met die vorm meesteekt. Ik vind het galaxblad net iets te groot, dus die haal ik er even tussenuit. En ik vind dit zo'n mooi frame. Het is zo'n, heet ook een te gekke vogel volgens mij op de website. Maar het is een heel mooi frame van PT&D. En ja, ik vind hem echt prachtig. Een mooi luxe frame. Hij is ook mooi stevig. Als ik een gerbra gebruik, dan steek ik altijd even voor met de steel. Dan steek ik hem daarna weer opnieuw in. Haal ik hem er opnieuw uit en snij ik hem nog een keer opnieuw aan. Zo blijft hij gewoon echt veel langer goed, omdat je dan echt een open wond hebt gemaakt bij de bloem. Ja, en dan vul ik hem eigenlijk gewoon verder op in deze kleur en deze vorm. Ja, en dan vul ik eigenlijk het steekschuim verder op in deze vorm. Je kan eigenlijk heel verschillende bloemen gebruiken, want je hebt het net kunnen zien in de pasteltinten. En nu maak ik hem dus op in de fellere kleuren. Maar zoals je kan zien is beide echt gewoon heel erg mooi. Ik ga hem natuurlijk even afmaken, want deze is nog maar voor de helft klaar. Maar zo kan je ja, hetzelfde soort bloemstuk elke keer weer anders opmaken. Dus heel erg leuk. Natuurlijk is het ook belangrijk om de bloemen even goed schuin aan te snijden. Gewoon langere houdbaarheid. Je zult merken dat hij nu een beetje water loslaat als je steekt. Maar hij houdt het water echt voor de rest heel goed vast. Dus dat zal straks ophouden. Hij is eigenlijk alleen even tijdens het steken en zo. Werk een beetje af met een beetje mos. Dan is het toch mooi weggewerkt. Maar het heeft niet echt heel veel meerwaarde om dat nu op te maken met snijbloemen. Zet je hem nou ergens neer waar je hem aan beide kanten kan zien. Dan is het vaak wel mooier om daar snijbloemen voor te gebruiken. Zet je hem bijvoorbeeld tegen een kast. Dan is mos prima. Ik vind het altijd wel mooi om gewoon het steekschuim even weg te werken. Dus ik heb het even netjes afgewerkt. Maar dan voldoet mos daar prima aan. Ik zet het gewoon even vast met een krammetje. Nou, zoals je kan zien hebben we twee hele verschillende bloemstukken bij eenzelfde frame. De ene is andersom opgemaakt, maar voor de rest is hij precies hetzelfde. Zo zie je maar dat als je een juist Oasis steekschuimproduct pakt, dat je eigenlijk op een makkelijke manier een heel mooi en luxe bloemstuk kan maken. Door op deze manier het Oasis steekschuim te gebruiken, kan je het heel makkelijk bevestigen. Je bent maar een klein stukje eigenlijk nodig, maar je kan heel goed de bloemen erin kwijt. En je geeft echt een zwevend effect in het bloemstuk. Heel erg mooi, makkelijk in gebruik. En ja, ik vind het gewoon echt ideaal. Ik krijg ook veel vragen van als je nou zo'n hangend product maakt, hoe geef je dan water bij? Nou, in principe houdt het Oasis steekschuim het water echt heel goed vast. Het is daarom ook belangrijk dat je een goede kwaliteit steekschuim product pakt. En daarom werk ik dus heel graag ook samen met Oasis, omdat dat gewoon echt goede kwaliteit is. Je ziet het bij mij ook veel voorbij komen. Daarna spreek ik er even in met de 4Life Finishing Touch Spray. Dat geeft nog even die extra boost aan je bloemen. En het kan je ook halverwege de week even herhalen. En dat is eigenlijk voor zo'n bloemstuk eigenlijk wel voldoende. Deze is namelijk al 1,5 week oud. Nou ja, ik vind hem echt nog heel mooi uitzien. Hij begint langzaam in te drogen, maar ook dat heeft zijn charme. En is gewoon heel erg mooi, maar hij ziet er gewoon nog heel goed uit. En dat komt gewoon omdat je die basis goed in orde hebt. Ik spray deze ook nog eventjes goed in. Doe ik gewoon vanaf een afstandje. Ook als mos wat indroogt kan je dit prima gebruiken. En het is ook heel handig voor bijvoorbeeld de luchtplantjes. Dus ik gebruik hem veel. Ik gebruik hem ook zelfs op mijn kamerplanten. Maar voor snijbloemen ideaal.
Kijk, en dan heb je een prachtige set. Het bloemstuk is, de grote is als DIY pakket te bestellen. De kleine kan je er eventueel los bij bestellen. Staat ook in onze webshop. Het kan via www.uwonlinebloemist.nl, mocht je hem willen bestellen. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. En dat geldt dus ook voor de verse bloemen. De oasis wordt weer aangevuld in onze webshop. Dus die kan je ook gewoon wel lekker shoppen, mocht je hem alleen willen shoppen. En je kan dus zelf de gewenste kleur aangeven. Goed, ik hoop dat jullie het weer een leuke DIY video vonden. Ik vond het weer heel leuk om met jullie te delen. Hè? Laat hieronder weten voor welke kleur jij zou gaan, wat jij het leukst vindt. Of misschien heb je een andere kleur wat je graag zou willen maken. Mag je hieronder ook laten weten. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. Ik wens jullie hele fijne Pasen en geniet ervan.